Yo mensen, welkom bij onze kanalen Happy Gamer NL en Die Games. En vandaag gaan we weer de Crossbar Challenge doen. Ik heb er ontiegelijk veel zin in. En we hebben natuurlijk twee gasten. Nou ja, eigenlijk drie, maar we beginnen bij de eerste en dat is een flesje water. Wow. Struggles. Ja, mooi. Nou, en als tweede gast hebben we natuurlijk Dylan van Die Games. Wow. En als derde gast hebben we een Nee, grapje. Als derde gast hebben we Kian. Wow. Van Kian. Nee, grapje. Kian. 5 likes zou ik super awesome vinden. En Dylan zou dat ook super awesome vinden. En Kian. Abonneer op mijn kanaal Happy Gamer NL hier beneden. En abonneer ook op Dylan. Kian en Kian. En Pro Gamer NL. Oh ja. En Pro Gamer NL. 5 likes zou super awesome zijn. Maar 5 likes zijn 5 likes. En laten we beginnen met de Crossbar Challenge. Deze steen is Henk. Bepaalt waar de bal moet liggen. Hallo steen. Dus en deze bal, daar schieten we mee op het doel. Op het doel? We moeten dan toch op de paal. Nu gaan we beginnen. Ik begin, daarna Kian en daarna Dylan. En de verliezer moet kontje knal. Yeah! Kontje knal. Ik heb er zin in. Hallo! Mooi gevangen. Oké mensen, Kian is nu aan de beurt. Ik hoop niet dat hij raakt. Ai. En hij raakt hem ook gewoon. Duimpje voor Kian. Hier. Little friend. En oh ja mensen, als jullie meer van dit soort video's willen, laat het even weten in de comments hier beneden. En ja, misschien gaan we dan wel meer opnemen. En in ieder geval, nu ben ik in de beurt. Dus, Life. Enjoy! Nou, het ziet er naar uit dat ik de crossbar of de kontje knal ga worden. En mensen, ik raak hem ook gewoon. Like voor die en like voor die van Kian. En like niet voor die van Dylano. En Kian is nu aan de beurt, dus ga aan de kant. Kom op! En hij raakt hem alweer. Jammer. Hoe doe je dat? Leg even uit. Schieten. Oké, je moet schieten in de ronde. Ja. Wat? Oké, dat is ja, echt zo. Wat? Je moet richten. Kijk, bij de kruidvat. Kom op! Nou, hij kan dus niet richten. Het is duidelijk mensen, hij kan gewoon niet voetballen. In ieder geval mensen, dit is dus nu mijn beurt. En ik hoop dat ik raak ga schieten. En niet dat ik dadelijk weer de bal uit de struiken moet vissen, want dat heb ik gisteren moeten doen uit de brandnetelen en het was heel pijnlijk. En nu genoeg geluld, ik ga proberen de crowbar te raken. Crowbar? Sorry. Hij zegt crowbar. Yes! Nu kan ik nog winnen. Misschien win ik nog als Kian verliest. Dit jaar veel. Zo. Oef. En het is nu Dylan zijn beurt. Go. Hij is hem. Ja, bedank je. Oké, het staat nu 2-1-1 voor Kian. Ja! Oké, dat was echt een fucking aanval. Ja, ik heb veel te veel scoren. Yeah.
Nog hoeveel gaan we? Hoeveel keren doen we nog? We doen zo lang tot iemand op 3 heeft. Oké, okay, ja, top! 3. Je nou bent, mensen! Het staat nu gelijk tussen mij en Sosino. Het staat nu gelijk tussen mij en mijn broertje, Hilano. Hey, dit is al sociaal. Eerst ik en dan jij, hè? Ja. En kijk. Kian heeft al 3 punten gehaald. Dus Kian is al door naar de volgende ronde. Of hij heeft gewonnen. En nu gaat het tussen mij en mijn broertje. Wie komt je knal krijgt. Moeten we tot de 3 of de 2? We gaan tot de 2. Okay. Nu ben ik aan de beurt. En hopelijk raak ik, want dan krijg ik geen kontje knal en Dilano wel. Dus daar heb ik ontiegelijk veel zin in. Come on. La la. Kom op. Steun mij. Laat hem missen. Yeah! Dank je voor het steunen. Even wachten. Ja, uit het beeld. Ik sta gewoon in het beeld. Nee, dat wil ik niet. Give me the ball. Ik wil stoppen. Doe maar. Oké, mensen, dit is dus nu Dilano zijn beurt. En ik hoop natuurlijk dat hij gaat missen. En ik hoop dat hij raakt gaat. En ik heb het al ontiegelijk vaak gezegd, maar het is gewoon kut als hij raakt. Ja! Hij raakt hem! Ja! Ik hoor jullie! Ja, ik hoor een klein tikje. Ja! Oké, mensen! Dat betekent dus dat ik kontje knal krijg! En ik zie er al helemaal tegenop. Maar ja. Dan had ik maar beter moeten schieten. En dan nu kontje knal. Schieten. We mogen allemaal 3 keer schieten. 3 keer! Woe! Kijk dan! One save! Hey. Maar dan op zijn been. Mensen, ja, ik weet het, dit ziet er heel debiel uit. Ik heb mijn statief nu letterlijk vast. En ja, maakt niet uit. En mijn broertje loopt daar achter, als jullie hem kunnen zien. Ik denk het wel. Nou, in ieder geval, ik had gezegd in de video dat ik gisteren
in de struik hebben moeten zoeken voor de ballen. Twee ballen. Nou, ik laat even zien wat we hebben gezocht. Nou, kijk. Dit hebben we dus helemaal uitgehakt. En uiteindelijk lag die toch daar. Dus dat is wel een nadeel. Die laten we een beetje gay te doen met de bal. En te schieten op doel. Nou, en als tweede ging ik dit uithakken. Hier zo. Nou, en bleek dus dat hij hier lag. En toen hebben we hem gepakt. En in ieder geval, ja, dat wou ik even laten zien. En geniet maar weer verder van de video.